Hallo, welkom bij Erpskwerps Echt. Elke week posten wij een video op Facebook en YouTube met een stukje geestelijke verdieping. Dat hebben we allemaal wel nodig, eerlijk gezegd, in deze onzekere en lastige tijden. Verder hebben we een Facebookgroep en elke donderdagavond houden we online een groepsbijeenkomst. Maar nu hebben we drie items voor je. Maarten vertelt over een eigenaardige reclame die hij op Facebook heeft gezien. Edgar heeft een gebed voor de mensen van ons dorp. Maar we beginnen met de Zuid-Afrikaanse kunstenares, Lanet Breed. Het aantal overlijdens door COVID-19 stijgt opnieuw, erg snel. Gemiddeld gaat het elke dag om bijna 250 mensen. De teller van het dodental van de tweede coronagolf staat nu al op iets meer dan 2000. Voor wie niemand heeft, is een lockdown dubbel zo hard. Geen vrienden of familie over de vloer, amper iemand aan de telefoon. In knuffelcontact? Daar was geen sprake van in maart en april. Lisette, 80 jaar, en Pavel, 28, getuigd en toen over een eenzaamheid. Maar hoe gaat het vandaag met hen? Nie een tweede lockdown de dagen nog donkerder maak. De slaappillen zijn er nog steeds. En ik heb niets anders te doen dan in mijn zetel te zitten en te treuren. De tweede golf van corona in 2020. Welke gevoelens circuleren in je hoofd? Ben je bang, boos, verdrietig, eenzaam, wanhopig, uitzichtloos? Wat doen we met al deze gevoelens en emoties? Is er iemand die het echt begrijpt? Zijn er enige hoop? Tijdens deze periode is het meer dan normaal om je gestrest, gedesoriënteerd, angstig, depressief of boos te voelen. Onderdruk je emoties niet. Veel stress en angst om coronacrisis. Mensen ervaren emoties die sterk lijken op rouw. De coronacrisis heeft onze samenleving radicaal op zijn kop gezet. De dreiging van een ongrijpbare virusziekte, de verregaande maatregelen, het laat ons gemoed niet onberoerd. Mensen worden hele dag geconfronteerd met de coronacrisis. Wanneer zij de tv aanzetten, als ze even met iemand praten, boodschappen doen, echt overal. Soms zijn ze echt in paniek. Praten helpt, als ook bidden en gevoelens met elkaar delen. Dit doen wij echt bij Erpskwerps, echt. Iedereen zijn echt welkom om ons te contacteren. En als ik naar de prachtige herfstbomen kijk, zie ik hoe de bomen veranderen. Ik zie overgang en ik zie hoe die bomen hun bladeren loslaten. Ik heb een vriendschap met Jezus Christus. Iedere dag heb ik een gesprek met hem in gebed. Tijdens het gebed begin ik met het losmaken van mijn gedachten en emoties. In gedachten zeg ik in stilte, ik laat ze naar u gaan. Ik denk aan wat me zorgen baart en wat me angstig maakt. Ik denk aan gebieden waar ik mentale en fysieke genezing nodig heb. Ik denk aan anderen waar ik mij zorgen over maak. Ik denk aan mijn eigen emoties van frustratie, pijn en verlangens naar mijn kinderen. En als de gedachten opkomen, laat ik ze allemaal naar God gaan, net zoals de bomen de bladeren loslaten. Ik vind mijn rust in hem. Dankjewel, Lanet. Naast onze eigen emoties en onze eigen geestelijke gezondheid, zijn er ook de emoties en geestelijke gezondheid van de mensen van wie wij houden. Momenteel kunnen we niet even bij al die mensen binnenspringen, zoals voor de coronatijd, maar we kunnen ze wel bellen of schrijven of mailen en we kunnen voor hen bidden. We gaan luisteren naar Edgar, die bidt voor de mensen van ons dorp. De beelden zijn gemaakt door zijn vrouw Christina.
Vader in de hemel. Ik dank u dat ik tot u kan komen in gebed. Dat u mij hoort en mij ziet in alles wat ik doe. De laatste weken is ons doen en laten weer beperkt vanwege corona. Maar u heeft die beperkingen niet. Dank u daarvoor. Vader, ik wil u bidden voor ons dorp en haar inwoners. U kent ieder van hen bij naam. U weet hoe het met hem gaat. In het bijzonder wil ik bidden voor mensen die alleen zijn of zich alleen voelen. Er zijn zoveel mensen die het moeilijk vinden om nog hoop te hebben in deze eindeloze, schijnbare opsluiting. O Heer, heb medelijden. Hoor hen die vragen naar u, als zij het niet meer zien zitten. Ik bid u dat u antwoord geeft en dat hun gebed verhoord wordt. Ik wil ook bidden voor hen die werkzaam zijn in de ziekenhuizen. Artsen, verpleegkundigen, iedereen die zorg draagt. Geef kracht, energie en hoop. Ik word vaak herinnerd aan de woorden die Jezus uitsprak. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dank u, Heer. Dank u dat u ons zo roept. En als wij u aanroepen, dat u hoort. Ik dank u daarvoor. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel Edgar en Christina. We leven allemaal veel meer online dan vroeger en onze wereld wordt langzamerhand een mengsel van echt en internet. Maar op internet zijn soms dingen te vinden waarvan je vraagt, echt? Daarover begint Maarten. Een van de raarste reclames op Facebook is, word een Schotse Lord. Ben je het beu om een slechte service te krijgen, start het dan? Koop een stuk land in Schotland ter grootte van 1 square foot, ruim 900 vierkante centimeter, en word vandaag nog een lord. En dan, omdat het het internet is, hebben ze een getuigenis van iemand die beweert dat te hebben gedaan. Onlangs kochten we vliegtuigtickets met onze adellijke titels en we kregen de beste service ooit. Waarschijnlijk zijn er niet zoveel mensen die overtuigd zijn, anders zou heel Schotland al in kleine stukjes verkocht zijn. Maar je hebt vermoedelijk de situatie meegemaakt waarin iemand anders voorrang lijkt te krijgen omdat die persoon op een of andere manier meer status had dan jij. Het is wel vervelend. Je wacht bij de ingang van een club, of je solliciteert naar een baan, of hoopt op een uitnodiging voor een conferentie. Dan zie je iemand anders die bekender is of betere kwalificaties heeft, of meer mensen kent, die je voor is. Het verlangen naar status lijkt universeel te zijn in onze wereld. Als we terugkijken naar de vroegste tijden, zien we ook daar status uitgedrukt in kleding, titels, kunst of monumenten. Vandaag de dag drukken we het anders uit, maar de meeste mensen zorgen dat het goed te zien is. Het verlies van status, en ik wil geen commentaar leveren op huidige gebeurtenissen in het buitenland, kan heel zwaar zijn. Het verlies van status door werkloosheid, los van de financiële implicaties, staat in verband met depressie. Uit één studie bleek dat 2 keer zoveel werkloze mensen aan depressie lijden als mensen met werk en 3 keer zoveel als ze al langer dan 6 maanden werkloos zijn. Maar het moet geen verrassing zijn dat Jezus ons als,
ons een ander perspectief biedt. In het Markus-evangelie lezen we: er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten om hem te vragen hen aan te raken. Maar de discipelen zeiden dat ze dat niet moesten doen. Toen Jezus dat zag, zei hij verontwaardigd: laat de kinderen bij mij komen en hou ze niet tegen, want Gods koninkrijk is juist bestemd voor wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie Gods koninkrijk niet aanvaardt als een kind, zal het niet binnengaan. En hij nam de kinderen in zijn armen en legde zijn handen op hen om hen te zegenen. Zoals vaak zet Jezus de gangbare rangschikking op zijn kop. Kenners, priesters, militairen en overheden moesten in de rij wachten, maar kinderen waren altijd welkom. Het is niet onze status die ons belangrijk maakt voor God. Als vader schiet God ons zoals menselijke ouders hun kinderen zien. Onvoorwaardelijk geliefd. Kinderen zijn kwetsbaar, vaak zijn ze koppig. Ze zeggen luid op wat hun ouders wensen dat ze stil zouden houden. Maar kinderen hebben ook een manier om anderen te vertrouwen die wij als volwassenen vaak hebben verloren. In een gelukkig gezin houdt een kind zich niet bezig met de vraag: houden mijn ouders van mij? En ook niet met de vraag: kan ik mijn ouders echt vertrouwen? Wanneer je voor het eerst tot God komt, wil hij dat je komt met de houding van een kind. Gaat God onmiddellijk al je vragen beantwoorden? Nee, je bent nog niet in staat om de antwoorden te begrijpen. Gaat God alles doen wat je vraagt? Ook niet. Maar wat hij wel doet, is voor je zorgen zoals voor een kind. Je liefhebben zoals een vader zijn kind lief heeft. En je doen opgroeien zoals een vader dat verlangt voor zijn kind. Het eindeloze zoeken naar status is een valstrik. In God en door Jezus mogen we zekerheid en liefde kennen, onafhankelijk van onze rang of status in deze wereld. Dat was het voor deze week. We hopen dat je hier iets aan hebt gehad. Als je wilt praten over iets dat in deze videoclips is gezegd, neem dan gerust contact met ons op. Op de donderdagavond komen we van 7 tot 8:30 online samen om de Bijbel te lezen en voor elkaar te bidden. Als je graag wil meedoen of gewoon een keertje wil kijken hoe we dat doen, neem dan contact op, zodat we je een link kunnen toesturen. Of anders zie je ons hier volgende week zondag weer. Tot dan!